On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hoi en welkom bij deze nieuwe 12 Days Before Christmas. Het is geen kerstvideo die jullie van mij gaan zien. Maar ja, weet je, het is een video die ik al heel lang wilde opnemen. En als je dan gewoon een gek hoedje op doet, een beetje kerstige oorbellen en een kersttrui aantrekt, past die best, vind ik. Want wat ga ik vandaag doen? Jullie zien het al aan de achtergrond. Ik zit niet in de woonkamer, ik zit in de slaapkamer. En ik zit, jullie staan op mijn kaptafel. En dat komt omdat ik mijn make-up stash wil gaan declutteren, opruimen, hoe je het ook noemen wil. Dus ik ga jullie meenemen in dit proces. Ik ga jullie laten zien wat ik heb en wat ik wil houden en wat ik ga wegdoen. Je hoort mij af en toe mijn rem van mijn rolstoel halen en er weer opzetten. Dus als je wat hoort, weet je wat het is. Ik ga jullie eerst eventjes laten zien hoe het er nu uitziet. Eén deel van mijn kaptafel ziet er zo uit. En dit zijn vooral lipsticks, oogdingetjes, poedertjes, weet ik het allemaal, kwasten en dingen die ik uit adventkalenders heb gehad. En dan heb ik hier nog een volle la waar je eigenlijk helemaal niks van kan zien. En die zit vol met allemaal paletjes. Het is hoog nodig om het uit te zoeken zoals je ziet. Ik heb hier een plastic tasje waar ik in de spulletjes ga doen die ik niet meer zelf wil hebben, maar die nog wel goed zijn. Dan kunnen anderen daar iets van kiezen als ze dat zouden willen. En dingen die echt niet meer goed zijn, die ga ik ook gewoon weggooien. Ik begin even met alle lipsticks. Ik leg ze gewoon allemaal op mijn tafeltje. En dit zijn gewone lipsticks, liquid lipsticks, lipglossjes, alles door elkaar. Omdat ik in eerste instantie dacht, zoveel heb ik toch niet. Dus ik kan het wel allemaal bij elkaar stoppen. En dat klopt ook wel, ik kan het ook allemaal bij elkaar stoppen. Dat is het punt niet, maar dat het niet zoveel is, dat klopt niet helemaal meer. Maar goed, ik ga ze één voor één met jullie door en dan gaan we gewoon kijken welke er weg kunnen en welke er blijven. Allereerst heb ik een aantal NYX Soft Matte Lip Creams. Die wil ik sowieso houden. Ik vind de liquid lipsticks van NYX echt geweldig. Ik heb ook wat liquid suede lipsticks van NYX. Ook top, dus eigenlijk alles wat NYX is, niks is, ga ik houden. Dus die haal ik er even tussenuit. Maar je ziet het, ik heb er een heleboel. En die gaan allemaal weer terug in mijn la. Deze twijfel ik een beetje over. Dit is een buttergloss van NYX. In een bruinig kleurtje. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou van vind. Ik zal hem... Hij is op zich wel mooi. Heel glitterig of heel glimmend ook, maar ik pak hem toch niet zo snel. Nou, ik doe hem er toch nog maar even bij voor de zekerheid. Deze hoort daar nog bij. Dit is een groene die ik ooit gekocht heb. Heel tof. Ik heb hem één keer gedragen, daarna nooit meer. Maar ik wil hem toch graag houden. Ik heb ook een hele donkere soft matte lip cream. Maar die heb ik ook nog niet echt gebruikt. Maar ik vind hem wel tof. Is een beetje zwart, denk ik. Was dat het? Nee, hier heb ik nog een hele donkerbruine. Even spieken hoor, jongens. Ben ik er dan? NYX Sliptees. Zit er ook bij. Die kleintjes heb ik allemaal uit een kalender gehaald. Het is ook goed dat ik allemaal weer even zie wat ik had. Want er zitten dingen tussen waarvan ik dacht, oh ja, die had ik ook nog. Dan heb ik een heleboel lipsticks van Freedom. Die heb ik ooit eens gekocht op de site. Hoe heette zij ook alweer? Bij de Boozy Shop. En die wil ik niet allemaal meer, zeker niet allemaal meer houden. Ik heb hier een... beter zo laten zien. Een donker
paarse. Die vind ik mooi. Ik hou van paarse kleurtjes. Ik hou van donkere kleurtjes. Ik heb hier de kleur You Had Me at Hello. Ik vind het wel een hele leuke naam. Maar het is echt pinky pink. En ja, dat draag ik gewoon echt niet. Dus die gaat in de tas om aan iemand anders te geven. Dan heb ik er nog eentje in de kleur Power. En dat is ook een beetje een bruin, paars, roodachtig kleurtje. Vind ik ook mooi, dus die hou ik. Dan heb ik hier nog een witte. En die vind ik wel tof om sommige dingen wat lichter te maken of een ombre kleur in aan te brengen. Ik doe het bijna nooit, maar ik ga hem toch niet wegdoen. Oh, dan zie ik hier nog twee lipsticks van NYX. Dat zijn gewone lipsticks, maar dan mat. Ik moet eerlijk zeggen, die heb ik nog niet geprobeerd. Dus die moet ik misschien toch eventjes een keertje gaan opdoen. Alhoewel ik deze kleur echt niet heel mooi vind. Dat is een soort lavendel. Maar goed, ik bewaar ze nog even. Nou, tot nu toe gaat het opruimen nog niet helemaal zoals ik het zou willen. Maar er komen zeker nog dingen aan die weg kunnen. Dan heb ik hier een kleurtje. Die heb ik ooit bij de kruidvat gekocht. Die is van het kruidvat eigen merk. Van de Metal Shock lijn. En ik dacht dat ik het een hele mooie kleur zou vinden. Maar ik vind er niks aan. Maar ik weet dat Laura deze heel tof vindt. Dus deze gaat naar Laura. Van diezelfde lijn heb ik er nog twee. Namelijk een groene metal kleur. Ja, die ga ik ook niet dragen. Dus die ga ik ook wegdoen. En dan heb ik nog deze. Ik heb ze toen alle drie gekocht. En deze vind ik wel heel gaaf. Dat is weer een beetje dat paars-bruin-rood-achtige kleurtje. Dus die ga ik bewaren. Dan heb ik nog een aantal lipsticks van de Ethos. De Ethos, ik kwam er ooit achter dat de Ethos leuke dupes had van MAC-merken. En MAC vind ik wel een leuk merk. Maar is niet cruelty free. En dat vond ik toen heel vervelend. Dus toen heb ik er een paar van de Ethos gekocht. Nou. Waaronder deze. Een hele paarse kleur. Die gebruik ik letterlijk nooit. Dus die kan weg. Ja, ik laat mij graag beïnvloeden door influencers, zeg maar. Dat zie je wel. Dan nog een matte rode kleur, die vind ik wel heel mooi. Zeker rond deze tijd. Dan heb ik hier ook weer zo'n mooie bruinige kleur. Die vind ik ook heel mooi, dus die hou ik. En dan hebben we hier Shake It Up. En dat zou ook weer van een van de MAC-merk een mooie dupe zijn. Maar deze ga ik wegdoen, want die is heel mat en heel, nou, ik vind hem gewoon niet mooi staan bij mezelf. Wat hebben we dan nog over? Ik kom nog steeds van Makeup Revolution ook dingen tegen. Weer zo'n paarse kleur dat ik echt bij mezelf denk, waarom heb je die gekocht? Ik heb geen idee. Die gaat weg. Oh, we waren nog met de Ethos. Sorry. Volgens mij, Pretty Liar, heb ik dubbel. Nee, oh, dat dacht ik. Het is gewoon een beetje dezelfde soort kleur. Maar dan hou ik hem als ik hem niet dubbel heb. En dan heb ik hier nog één. Dat is Lipoholic. Beetje een peachy kleur. Maar ik ben erachter gekomen dat peachy kleuren mij echt voor geen meter staan. Dus die gaat sowieso weg. En evenals deze van Freedom. Ook een peachy kleur. Maar het maakt me zo bleekscheterig, zeg maar. Dat is gewoon echt niet mooi. Dan heb ik hier een metallic liquid lipstick van de Primark. Van de PS-lijn. Maar die gebruik ik eigenlijk ook nooit. Dus die doe ik ook weg. Ik heb nog twee van NYX lipolietjes. Nou, dat is altijd lekker om te houden natuurlijk. Dan heb ik deze twee nog. Die zijn ook van de... Nee, die zijn van Revolution. Ik dacht dat ze ook van de Primark waren. Ook twee metallic
liquid lipsticks. Maar die worden zo droog op je lippen. Dat het gewoon echt niet fijn is om die te dragen. Dus die doe ik weg. Dan heb ik er hier een. Die is volgens mij... dat is Naked Nude. Die komt uit de adventkalender van de Action van vorig jaar. Maar nude kleurtjes is gewoon ook niet mijn ding. Dus die doe ik weg. Dan heb ik hier nog een NYX lingerie. Dus NYX bewaar ik. Dan heb ik hier, die is ook van Makeup Revolution. Ja, ik denk dan heel tof. Oh, ga ik opdoen dit soort kleurtjes. Maar ja, dat doe je natuurlijk nooit, want het ziet er niet uit. Die gaat ook weg. Dan uit de adventkalender van de Action van vorig jaar een hele mooie rode kleur. Die bewaar ik wel, want die draag ik wel. Dan uit de Douglas kalender een hele mooie roze. En die is iets minder fel dan die hele felle roze die ik je net liet zien. Vandaar dat ik deze wel graag gebruik. Even kijken, wat hebben we hier nog? Deze is ook van Makeup Revolution. En dit is een hele toffe paarse kleur. Die wil ik wel bewaren, al draag ik hem eerlijk gezegd niet altijd. Dit is een hele oude lippenstift. Je ziet het al, hij is bijna op ook. Die is van de DA. En die kleur vind ik zo gaaf. En ik ben pas bij de DA geweest om te kijken of ze hem nog hadden. Maar ik kan hem niet vinden, dus die bewaar ik. Deze heeft ook echt zo'n ouderwetse schminkachtige make-up geur. Ergens vind ik dat eigenlijk wel lekker. dan heb ik nog... Zoals ik net zei, ik vind dat met wit gaaf. Dat vind ik met zwart dus ook. Dus ik heb ook een zwarte. Dan heb ik nog twee lippalm van de Action. Die komen ook uit de adventkalender. Deze is heel tof en heel fijn. Deze is ook weer een beetje dat nude kleurtje. Draag ik gewoon niet, dus dat doe ik weg. Ik heb hier nog twee lippotloodjes. Die hoorden bij die van de... die metal van de Primark. Dus die doe ik ook weg, want die gebruik ik niet. Een lippotloodje wat uit de adventkalender kwam, gebruik ik ook niet. Dit is weer zo'n peachy kleurtje van Freedom. Gebruik ik ook niet. En dan hebben we er nog twee. Nou, dat valt mee. Deze is een mooie rode kleur uit de Douglas kalender van vorig jaar. Dus die wil ik bewaren. En dit is dan ook weer zo'n hysterisch roze kleurtje van de Douglas. Maar omdat ik dan dit als enige hysterisch roze kleurtje heb, wil ik hem dan wel bewaren. Want dan heb ik in ieder geval nog iets daarvan. Dat waren de lipsticks. En ik ben nu al een kwartier onderweg. Dus ik denk dat dit een video gaat worden in meerdere delen. Want ik heb nog heel veel uit te zoeken. En ik wil deze video ook weer niet te lang maken. Dus voor nu ga ik even door met de la met paletten. Want daar kan ik ook wel redelijk snel doorheen. En dan kom ik bij jullie in een andere video terug. Met alle oogpotloodjes en kwastjes en andere poedertjes en losse rommel. Daar maken we een aparte video van. En ga ik jullie nu even... mijn paletten laten zien. Want daar kan ik redelijk snel doorheen, denk ik. Ik heb hier de Revolution Makeup Revolution Fortune Favors the Brave. En dat is een heel mooi palet. Vind ik. De hele toffe kleurtjes wil ik heel graag bewaren. Dan heb ik hier... van City Color een blush palet. Die heb ik ooit ook bij de Boozy Shop gekocht. Dat leek me handig. Dan heb je een heleboel kleurtjes in één. Die wil ik ook graag bewaren. Want die gebruik ik als ik me opmaak altijd. Dan heb ik van NYX een paletje wat zo moeilijk open gaat. Maar kijk nou hoe tof deze kleuren zijn. Ja, en die heb ik in geen enkel ander palet. Dus die wil ik ook graag bewaren. Dan heb ik ooit eens bij Kruidvat dit palet van Essence gekocht. Volgens mij vorig jaar rond deze tijd. En dit zijn
Dit zouden moeten zijn allemaal blushes en allemaal highlighters. Maar het leek me heel mooi, maar ik gebruik het echt nooit. Dus ik doe deze weg. Dan heb ik hier van Mua nog een paletje. Met hele mooie, toffe, wat herfstigere kleuren erin. Ja, ik vind ze te mooi om weg te doen. Want ze zijn gewoon echt heel goed. Dus ik wil ze echt niet wegdoen. Dan dit paletje van Essence hoorde bij dat andere paletje. En dit zijn oogschaduwkleuren, glimmend en mat dezelfde kleuren. Pak ik ook nooit, gaat ook weg. Dan heb ik hier nog een heel oud paletje van Revolution. Met allemaal contour en highlight en dat soort dingen erin. Wil ik nog wel even bewaren, want daar doe ik gewoon niet zo heel veel mee. Maar ik wil het wel leren, dus dan is dit een mooi paletje om dat te doen. Dan heb ik van Makeup Revolution dit paletje. Heel mooi. Ook allemaal hele mooie kleuren. Die wil ik graag bewaren. Ik vind de I Heart Makeup. Dit is van niet van Revolution, maar van I Heart Makeup. Volgens mij is hetzelfde, maar goed. Vind ik alle paletjes. Je ziet er straks nog meer voorbij komen. Die vind ik allemaal even geweldig. Dus die gaan ook echt allemaal blijven waarschijnlijk. Dan heb ik hier van Max & More een klein paletje. Met hele leuke kleuren. Gebruik ik ook graag. Dus die blijft. Dan heb ik nog een paletje van het Kruidvat, denk ik. Of nee, Essence ook wel gekocht bij het Kruidvat. Deze gaat... Gaat die weg? Nee, die bewaar ik eigenlijk ook. Want die... Ja, ik vind het gewoon allemaal wel heel mooi. Pff, wat lastig zeg. Dan heb ik hier een paletje van Bourjois. Die heb ik ooit gekregen. Maar dit zijn echt kleuren die mij... totaal niet aanspreken. Dus ondanks dat ik het gekregen heb, ga ik er nu toch weer iemand anders blij mee maken. En dan heb ik hier, zoals ik al zei, wat chocolate palettes van I Heart Makeup. Dit is in ieder geval één van ze. Dit is de minste mooie, vind ik, die ik heb. Dus deze gaat wel weg, denk ik. Ga ik die wegdoen? Ja, die ga ik wegdoen. Er zitten voornamelijk hele donkere kleuren in. En dat zijn toch kleuren die ik niet echt gebruik. Dan heb ik hier van I Heart Makeup een highlight paletje met een blushkleur erin. Die vind ik heel leuk voor de zomer. Dus die bewaar ik. Evenals deze Rainbow Highlighter. Gebruik ik bijna nooit, maar ik vind hem gewoon leuk. Dus die wil ik graag houden. Dan heb ik het... Peach, Chocolate and Peaches palet. Waarvan ik nu ineens twijfel of ik die moet houden. Want die andere kleuren heb ik ook al in een ander paletje zitten. Die gaat heel even op de twijfelstapel. Dan heb ik hier van I Heart Revolution Mermaid's Heart palet. Ja, en kijk nou. Dat is toch cool? Ja, die wil ik wel houden hoor. Ik vind dat zulke toffe kleuren. Nog vier. En volgens mij allemaal... Ja, het zijn allemaal van die chocolate palettes. Dit is de Pink Fizz palette. En die ziet er zo uit. Die gaat sowieso weg. Want hier zitten kleuren in die me niet zo heel erg aanspreken. Dus die doe ik ook weg. Oh jongens. Dan de Chocolate Love. Die is lekker roze. En die ziet er zo uit. Ja, die vind ik ook wel gaaf. Maar net hadden we natuurlijk er ook al eentje die er een beetje zo uitzag. Maar deze ga ik wel houden. Deze vind ik wel heel tof. Ik heb hier nog de Salted Caramel palette. Ja, die vind ik ook gaaf. Kijk eens wat de mooie kleuren erin zitten. Ook wel veel bruin tinten, maar anders dan... Ja, anders dan die andere. En deze, hier heb ik het meest hard naar gezocht. Het Chocolate Vice palette. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Want zo spectaculair vind ik hem nou ook weer niet.
Maar al dat goud en dat... Ja, deze bewaar ik nog wel even. En die leg ik ook een beetje bovenaan. Want dit is wel een hele mooie voor de feestdagen. Jongens, dit waren mijn lipsticks en mijn oogschaduwpaletten. En paletten überhaupt. Ik heb hier een zak met dingen die weggaan. Het valt me mee. Ik heb toch nog aardig wat weg kunnen doen. Ik heb weer wat ruimte in mijn laadjes. En laat me even weten of jullie deze video leuk vonden. Want jullie krijgen hem voor mij morgenochtend al te zien. Dus dan wil ik even checken wat hier de reacties op zijn. Als jullie het een leuke video vonden, laat me het dan weten. Dan maak ik nog een video van mijn andere spullen. Make-up spullen die ik wil uitzoeken. En als jullie het niks vinden, zeg dat dan ook eerlijk. Want dan ga ik het wel opruimen. Maar dan ga ik het niet filmen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze 12 Days Before Christmas video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zit al over de 380. Het is echt geweldig. Ik ben er heel blij mee. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!